De dienst Landsbosbeheer, LBB, wil de traditie van natuurbescherming als een van haar kerntaken onverkort voortzetten. LBB herdacht gisteren haar 75ste verjaardag. Deze organisatie is in 1947 opgericht om zich bezig te houden met het handhaven van de biodiversiteit in Suriname. Dankzij de inspanningen van LBB beschikt Suriname over een wereldwijd gerenommeerde 93% bosbedekking. Roy Ho Soy, chefbeheer afdeling natuurbeheer LBB, zegt dat er naast de enorme verdiensten er ook gesteld kan worden dat er een zekere mate van terugval heeft plaatsgevonden. Dit maakt dat er een grotere prioriteit voor natuurbescherming en bosbeheer is ontstaan. In deze is de bijdrage van de overheid onmisbaar, zoals de jarenlange traditie ook kan worden voortgezet. LBB resorteert onder het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer.